wordt, dan zal de stad zeker ook de economische kaart trekken. En de stad moet veel ambitieuzer zijn. We wachten nu al van het jaar 2000 op een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge. We willen ook een nieuwe congreszaal en een nieuw museum. Het is belangrijk dat de stad blijft investeren, vooral ook in haar mensen. En dat mensen die hoesting hebben om iets in de stad te ondernemen, dat zij gemakkelijk bij de administratie terecht kunnen. Een toegankelijke stad die investeerders aantrekt, zodat jonge mensen ook in onze stad blijven. Dat is voor ons een prioriteit.